De bestuursdienst van Paramaribo Noordoost heeft in de afgelopen dagen diverse controles uitgevoerd bij ondernemers op de naleving van de door de overheid vastgestelde COVID-maatregelen. Tijdens deze controlewerkzaamheden is hard opgetreden tegen overtreders van deze maatregelen. Districtscommissaris Ricardo Bolla gaat in gesprek met de Communicatiedienst Suriname in op de activiteiten van zijn werkarmen. Ik ben blij dat de Quick Response Team uiteindelijk is gekomen als voorloper nu van een andere brigade. Het Quick Response Team heeft natuurlijk heel veel goed werk verricht. En we hebben een aantal keren inderdaad moeten uitrukken om overtreders aan te spreken. En waar nodig ook over te gaan tot sluiting. Maar ik heb hier ook legio voorbeelden bij me. Waaruit blijkt uit rapportage uit de verschillende resorten. Dat een heleboel bedrijven zich ook keurig houden aan de regels opgelegd, dus vanuit de regering. Dus wat we elke dag doen is opnieuw de boodschap uitsturen. Net heeft u gezien, was de hoofd van de afdeling bij mij. En wat ik doe, ik vraag haar elke ochtend weer om met de 5 resorten te communiceren. De mensen nogmaals op te roepen, ga het veld in. En probeer zoveel als mogelijk alle Surinamers te informeren, bewust te maken. En dat wordt goed opgepakt. Het wordt al gedaan in de verschillende resorten. En wat ik denk dat verbeterd kan worden, dat we misschien ook via onze eigen media kanalen moeten kijken of we niet nog meer kunnen doen. Want kijk, het is nooit genoeg. Zolang de pandemie heerst, moet je alles wat je kan moet je doen en je moet niets nalaten. Ik neem dit ook mee sowieso om nog meer te gaan doen. Misschien moeten er flyers komen, brochures, I don't know. Maar het bewustzijn moet nog meer en nog meer verhoogd worden. Wat ik ook doe, behalve dus de bestuurdienst, koppel ik ook terug met de districtsraad. Ook die mensen heb ik erbij betrokken. En ook de resortsraad. Dus het wordt helemaal tot op straatniveau, op buurtniveau georganiseerd, zodat die informatie als het gaat om voorlichting, bewustwording, je houden aan allerlei regels die nu gelden. Al deze regels zijn bedoeld vooral en met name om die verspreiding tegen te gaan. Want het virus verspreidt zichzelf niet. Zoals eerder gezegd, het zijn de mensen die dat doen. En als wij ons allen collectief netjes zullen gaan gedragen, en dat hoeft niet heel lang te zijn, als je dat doet in een kort tijdbestek, dan ben ik er ook van overtuigd, net als anderen, dat je heel snel deze pandemie weer onder de knieën kan krijgen. De samenwerking met Korps Politie Suriname is heel goed, constructief. Er is dagelijks overleg met regiocommandant. En we stemmen af wat er is gebeurd de afgelopen uren met elkaar, maar ook wat we gaan doen. Dus dat gaat vrij goed. Ik ga zelf het veld al in, elke dag weer. Dat doe ik al en dat ga ik ook doen komende periode. Daarnaast, wat ik aangaf, meer voorlichting. Inderdaad, met mijn afdeling BIC zitten om te kijken naar nog meer creatieve oplossingen. En nog meer de mensen motiveren, want op een gegeven moment ben je ook uitgeput. Ja? Op een gegeven moment ben je ook uitgeput. Je hebt te maken met een arsenaal aan bestuursambtenaren. Het gebied is heel groot. Elk resort is heel groot en uitgestrekt. Dus je kan niet in de kleinste hoeken komen, maar we proberen in ieder geval met man en macht door te dringen in die samenleving om steeds te controleren. Zo ook doen we dat heel intensief in het centrum. We doen dat bij de bussen, we doen dat in de winkels en we doen het op de sportvelden. Dus you name it.